Wat nou als we in Nederland een serie zouden maken zoals nog nooit eerder vertoond? Als ik een serie mocht maken, bedenken en regisseren en dat ik dan onbeperkte middelen zou hebben. Ja, fuck, dan zou ik iets maken wat zich in de geschiedenis afspeelt. Of nee, beter nog, in meerdere tijden. Gewoon een beetje het beste van alles wat ik gaaf vind. Beetje Lord of the Rings, een beetje Back to the Future, een beetje Outlander. Oh ja, en de Da Vinci Code, of eigenlijk een soort... Ja, strijd tussen goed en kwaad, zoals in de grote Hollywoodfilms. Of een beetje zoals Vikings. Gladiator. Of Harry Potter. Maar dan in het Nederlands. Voor volwassenen. Dat kan toch helemaal nooit? Of toch wel? Ding uit de geschiedenis. Meer fantasy, meer spanning, meer kostuums. Nou ja, de watermeesters en de geschiedenis in Nederland, en sowieso geschiedenis aan zich, vind ik prachtig. En een stukje van de Nederlandse geschiedenis is iets wat we nog niet heel vaak, en zeker niet in detail, en misschien zeker niet over die periode gehoord hebben. Dus om daar deel uit van te kunnen maken, dat lijkt me echt fantastisch. Met het geluk dat ik heb mogen werken met mensen als Ellen ten Damme, Victor Leu en met Roland Radier. Voor mij de geschiedenis induiken en een bepaalde soort muziek te maken dat mensen kan meenemen in een tijd, in een verloren tijd eigenlijk, in een vergeten tijd. En eigenlijk mensen mee kan trekken en misschien hun dagelijkse problemen kan laten vergeten of wat dan ook. In Nederland, toen Game of Thrones kwam, nou, ik heb nog nooit zoveel verschillende mensen naar een fantasy serie zien kijken, zeg maar. Dat kon echt van alle kanten op gaan wie daarnaar keek. Dat waren de klassieke nerds, bij wijze van spreken. Ook de mensen die de boek hadden gelezen. Maar dat waren ook gewoon hele voetbalelftallen en andere soort mensen die daar gewoon naar keken. Dus er is echt wel aanwas om naar fantasy en dat soort verhalen te kijken. Dus ik denk dat de Watermeesters dat ook is. Een soort duwtje in die richting van, kijk, we kunnen dit ook gewoon op Nederlandse bodem maken. Er is aanwas voor. Dus laten we het dan ook gewoon eens een keer van Nederlandse bodem doen. In plaats van telkens weer uit het buitenland te halen. Waarin we de Nederlandse geschiedenis gebruiken ter inspiratie. Hè, waar we gebruik maken van bestaande historische figuren. Dat doen we door het verhaal aantrekkelijker te maken. Door acteurs en personages dingen te laten doen die ze eigenlijk niet kunnen. Ja, dan denk ik dat je in combinatie dat met al die talenten voor de camera. Met acteurs als Victor Leu, Ellen ten Damme. Ikzelf die uiteraard die rol wil spelen uit die oudheid. Dat je een verhaal neer kan zetten. Dat is ongekend. Dat is nog nooit gedaan in Nederland.